Morgen, nog net morgen. Het is zondag. Ik ben kapot gebroken van het weekend. Maar het maakt niet uit. Ik heb een mega goed weekend gehad. Het is nog steeds weekend, maar... Sarah en Marco die slapen nog. En ik zal even mijn cadeautjes van gisteren laten zien. Dat vinden de meesten wel leuk om te kijken. Ik ga niet alles denk ik laten zien, maar gewoon even de leukste dingen. Ik heb alles nog hier staan, dus dat moet lukken. Even kijken. We hebben kaartjes gehad voor Sarah. We gaan naar de kleine zeemermin met z'n drieën, dus dat is gewoon heel gezellig om te doen. Deze moet ik natuurlijk ook laten zien. Ik heb een hele mooie kleurplaat gekregen voor mijn dochter. Dat vind ik natuurlijk ook helemaal leuk. Ik heb deze gekregen. Dit is voor mijn camera's. En nu moet ik even uit de doos halen. Ik had hem er weer in terug gedaan. Deze is echt heel fijn en die wilde ik ook heel graag. Dit is een standaard voor camera's erop. En die kan je dus overal opzetten en die kan je ook buigen. Dus die kan je ook aan je fietsstuur hangen en hij is ook anti-slip. Dat is mijn computer. Ik moet zo even een video uploaden. Dus je kan hier alle kanten mee op. Dus dat vind ik echt heel fijn en die wilde ik echt heel graag hebben. Dus die heb ik nu. Ik heb een lekkere reep chocolade. Altijd fijn. Nog heel praktisch USB-sticks. Ik ben heel erg van het backup en alles. Dat hebben jullie ook al meegekregen. Dus dit is top. Dan heb ik gewoon nog allemaal kaartjes en zo gekregen. En daar ook wat in. Dat hoef ik niet specifiek te laten zien. Dan heb ik deze gekregen. Dit is een line designer. Hier ben ik ook echt heel blij mee. Ik heb altijd ruzie met mijn eyeliner. En met dit dingetje, ik zal het hier laten zien, kan je dus verschillende patronen eyeliner maken. En dit is een spiegeltje en daar kan je hem ook in bewaren. Dus dan kan je hem overal met het zuignapje opplakken. En dan heb je altijd een klein spiegeltje om je eyeliner te doen. Dan weet ik niet of ik dat heel erg zal gebruiken, want ik maak me eigenlijk gewoon altijd wel thuis op. Maar dit kleine dingetje, daar ben ik dus wel echt mega blij mee. En die ga ik daar ook echt uittesten. Want ik ben echt benieuwd of dat de oplossing is voor mij. Maar ik heb er goede dingen over gelezen, dus en hij is ook van Beauty Blender. Dan heb ik nog een heerlijk Rituals pakket. Nou, altijd lekker natuurlijk, Rituals. Ik heb weer een Velvet Teddy lippenstift. Die had ik, maar die was op al een tijdje. En nu heb ik dus weer nieuw. Ja, ik vind dit altijd gewoon een mega mooie kleur. Zeker als je hem op hebt zo. Hij is heel subtiel en alles, maar ik hou van deze kleur. Dus die... Wat heb ik verder? Hier ligt nog iets. Oh, ik heb staatsloten gekregen. Nou, altijd op goed geluk. Ik heb ze eerder gekregen, toen heb ik wel iets gewonnen. Dus laten we dit keer weer hopen. Dat weten we als het goed is morgen. Morgen is het weer de 10e. Ja, dus morgen wordt het spannend. Dat gaan we zien. En last but certainly not least, eigenlijk het grootste cadeau wat ik nu heb gekregen. Ik heb een nieuwe tas. Deze wilde ik ook echt heel graag. Van Michael Kors. Nou, ik vind deze qua kleuren zo verschrikkelijk mooi. En hij is best ruim. En zo zit er nog in. Hij heeft best wel veel vakken. Groot. Hij is heel erg stevig. Hij is niet mega groot. Maar er kan echt precies alles wat je echt mee wil. Kan erin. Dus dat vind ik wel top. En hij heeft hierachter heeft hij ook nog een vak. En je kan hem zo... Maar je kan hem ook lang en dan kan je hem zo dragen als je het gebruikt. Dan kan je hem dus ook zo dragen. Hier ben ik ook echt mega blij mee. Deze wilde ik echt al een tijd hebben. En nu heb ik hem. Ik ben ondertussen wel aangekleed. Echt al een heel stuk later. En wat heb ik aan? Dit shirt van Envy. Spijkerbroek van Fifth Out en mijn doenlaarsjes. Die doen overigens echt heel veel pijn voor mijn blaren nog steeds van vrijdag.
Echt de hele achterkant van mijn voet ligt open. Echt verschrikkelijk. En even snel wat eten. We gaan zo weg. Dus ik heb leftover cake. Taart. Echt one of the best things in the world. Vind ik taart de dag daarna. Gewoon als lunch of wat dan ook. Het is niet goed, maar heerlijk. We gaan zo Kaylee ophalen. En dan gaan we naar de paardenmarkt. Daar is ook altijd een grote kermis. Het is nu nog even lekker zonnig. Dat blijft niet heel lang. Dus ik wil wel daarvoor er zijn geweest. En ja, daarna gaan we lekker naar huis bijkomen van dit weekend. Want ik ben zo moe. Maar goed, we gaan gewoon door. We zijn onderweg en ik heb Kaylee opgehaald. En Kaylee draait heel stom de camera niet naar zichzelf. Ik sta voor het stoplicht, ik kan nog meesturen. Bovenin. Ja, we zitten nu hier en we hebben het over de kinderen die heel lief staan te zwaaien beneden. Here we go!
We zijn weer thuis en echt, ik ben zo moe. Nee, dat is niet waar. Ik ben gewoon uitgeteld eigenlijk. Dus ik ga even lekker slapen tussendoor en Sarah gaat met papa pannenkoeken bakken. Ik ga niet pannenkoeken bakken. Ga je niet pannenkoeken? Ga papa. Ik ga tv kijken. Ga je tv kijken? En papa gaat pannenkoeken bakken. Jij wil wel? En Sarah zegt net, mama, je hebt streepjes. Die ga ik even weghalen. Toen dacht ik opeens, dat zijn mijn minks die aan het wegvegen ben. Hier zit hij nog een beetje en die is er nu half weg. En we hebben lekker pannenkoeken. Ik ga voor mij doen iets heel bijzonders doen. Ik ga vroeg mijn bed in vandaag. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten natuurlijk. En dan zie ik jullie morgen.